wat leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Delia en vandaag ben ik met... Mara! Van het kanaal? Mara Maartje. Abonneer je ook even op haar kanaal, echt een superleuk kanaal. Dus doe dat zeker weten. Vandaag gaan we een peper- en zoutstelletje maken van kindereieren. En dat worden dan minions. Dus super cool, dat heb je daarvoor nodig. Of tandenstokertjes of gewoon totting tools. Natuurlijk nagellak. Blauw, wit en zwart. Een ijzeren satéprikker. En een gloedje waar het af kan doen. En voor dit, voor de nagellak. En natuurlijk de eieren. En plakband. En wat gaan we als eerste doen? De eieren openmaken. En lekker opeten. Ja. Chocolade kan toch niks meer. Nee. Alleen opeten. Maar de dingetjes krijg je echt moeilijk open, joh. Tadaa. Zo ziet het eruit. Oh, ja, lekker kruimels. Kijk, dat is ook echt in alle stukjes gebroken. Ja. Dit dingetje heb je ervoor nodig. En dit kan je opeten. En die dingetjes die je hebt uit het surprise ei hebt gemaakt, die maken we nu even open. Want er zit natuurlijk wat in. Ik heb een sleutel aan. Ik heb een aap. In een minion set. Ik heb twee aapjes. Ik heb een minion sleutel aan. Oh, leuk. Dan moet ik even kijken. Dit is hem. Tada. En je hebt ook... Deze zijn er allemaal. Je hebt een struikje erbij gekregen. Dit heb je erbij gekregen en twee aapjes. Vroeger waren we altijd zo enthousiast over. Ja, nu niet meer zo erg, hè? Oh, dit is handig. Kijk, kan je hier dit erop plakken en met je huis. En wie je bent en je telefoonnummer. Dan gaan we met deze zilveren ijzeren. Satéprikker hierboven, een gaatje prikken, maar dat gaan wij niet doen, want ik ben er heel onhandig mee en dan heb ik ook auw auw. Auw auw. Dus dat laten we Annika, dat is de moeder van Dinja, doen. De gaatjes zitten erin, zoals jullie zien kunnen zien. En dan gaan we hem afplakken. Met plakband. Dat moet wel lukken. Ja. En dat doe ik ongeveer hier. Dit is zodat het niet zo heel slordig wordt. Het plakband erom gedaan moet best wel stevig. Nou, het moet gewoon stevig en strak, anders komt het eronder en heeft dat nog geen nut. Dus nu gaan we de blauwe nagellak hieronder doen. Niet de boven, maar eronder. Nu de nagellak erop doen. Hier. En dat moet 3 dagen dik. 3 lagen. Ja? Ja, ik verstond 3 dagen. 3 dagen dik. Want kijk, anders ziet het er zo uit. Dat is te licht. En een beetje dunlijk. Hij is nu vol en nu gaat het. Nu ga ik de onderkant blauw verven, lakken. En deze laten we drogen. Gewoon met laagjes. Ja, bij jou denkt het heel anders dan die van mij. Ja, maar het is bij jou oranje. Ja, dat klopt. Nou, een beetje oranje. We hebben die dingen gelakt. En er zaten 3 lagen op. En die gaan we nu het plakbandje eraf halen. Voorzichtig. En pas op dat die niet valt. We gaan nu met wit het begin van het oogje maken. We doen wat nagellak op het papiertje zodat we deze tot in toe kunnen gebruiken. Je kan 1 oogje of 2 ogen maken wat je zelf wil. Ik begin met 1 oog. Je kan het ook gewoon met het kwastje doen, dat kan ook, maar dat hoef je niet. Ik vind het fijn dat we doen tot in toe.
richting eruit. We hebben er oogjes op gedaan. En wat gaan we nu doen? We gaan nu een zwarte rand een blauwe rand eromheen doen. En dit is best wel moeilijk, dat is best wel gepriegel. En die doe je ook weer een beetje op het plaatje. En hier heb je echt een kleine totting tool voor nodig. Niet zo grote weer als deze, maar een kleinere. En dan ga je het er omheen doen. Ik doe het er weer in. Ik gebruik mijn kleinste totting tool die ik heb. En dan ga ik er omheen. We gaan nu met zwart de brilletje maken. Eerst gaan we en de pupil. En eerst gaan we een rondje eromheen. En dan een stuk hier en een stuk hier. En dan sluit je hem aan. En de pupil is gewoon een stipje in het midden van het oog. Dus je doet weer en het mondje natuurlijk. En je doet weer wat zwart op het papiertje. En de nagellak is van de HEMA en van Essence. Ik ga als allereerste de pupil maken, denk ik. Ik eerst het brilletje. Dit is het eindresultaat. Dit is die van mij. En dit is die van mij. En jij hebt in het Engels gedaan de letters. Ja, en ik in het Nederlands. Ik heb de letters salt en pepper. Peper en zout. En nu laten het drogen. En dan kan het zo meteen peper en zout in. Yay! Bedankt voor het kijken naar deze video. Dus een blauw duimpje omhoog. Niet te abonneren. Doei! Doei!